Assalamu alaikum iedereen. Hoe gaat het met iedereen? Goed om jullie weer terug te zien op mijn YouTube-kanaal. Vandaag ga ik het hebben over productiviteit. Ja mensen, productiviteit. Hoe krijgen we onszelf nou weer back on track? En krijgen we weer dopamine in de hersenen? En hoe kunnen we weer... wat zijn de tips? Nou, ik ga jullie vandaag 3 tips geven. Dus stay tuned. Nou, allereerst hangt van je situatie af. Het is gewoon zo van elke situatie en omstandigheden zijn anders. Kijk, als je een student bent en je hebt een mama thuis die heerlijk voor je kookt. Nou, geweldig mooi. Nou, je hebt dan een andere aanpak nodig. Stel, je bent getrouwd en je hebt kinderen of je bent aan het werk en concentratie lukt niet. Heb je weer een andere omstandigheid. Stel, je bent een moeder met 6 kinderen en dan heb je weer een andere aanpak nodig. Dus aanpak is verschillend, maar jezelf op gang krijgen heb ik wel bepaalde tips ervoor. Goed. Allereerst moet jij stoppen om jezelf te vergelijken met anderen. Ja, want zo kom je niet ver. Stop om jezelf te vergelijken met Karel of met Linda. Of Karel en Linda hebben een neurotypical brain. Ja? Jij hebt een ADHD brein. Goed, je kunt jezelf vergelijken met anderen met een ADHD-brein, maar niet vergelijken met andere moeders of met andere schoolgenoten of wie dan ook. Want zij hebben een andere aanpak, jij hebt een andere aanpak nodig. En, en daarbij heb je ook nog die gedachtes. Nou, mensen met ADHD, wij hebben altijd van die negatieve, nare gedachtes en we denken van oh, wat ben ik toch een loser. Of waarom ben ik toch een loser? Waarom ben ik toch zo lui? En waarom lukt het mij niet? En het lukt Karel wel of en het lukt Linda wel. En zij, haar lukt het wel om dit te doen, maar mij lukt het niet. En waarom en waarom? En dan kan ik nog een hele lijst doorgaan met negatieve gedachten. Nou, wat jij moet doen is allereerst, tip nummer 1, zonder jezelf af. Ja, zonder jezelf af. Zoek even me-time, alleen tijd met je volle hoofd en ga naar buiten of doe wat, pak een pen en papier. Schrijf al die negatieve gedachten op. Ja, ik ben een loser. Ik ben lui. Ik dit lukt me niet, dat lukt me niet, ik ben zo. Nou, daarna stel je jezelf de vraag, is dit waar? Klopt dit? Ben ik nou inderdaad een loser, ja of nee? Nou, meestal is het niet waar. Ben ik nou lui, ja of nee? Nou, 9 van 10 gevallen is dat niet zo. Het is je onvermogen. Omdat jij een brein hebt die, er zit een tussenin iets wat niet wordt aangevuld, waardoor jij moeilijk op gang komt. Dus ja, het klopt het nou. Meestal van de 10 gevallen, van de gevallen klopt het niet. Het is niet waar wat die negatieve gedachten zeggen tegen jou. Niet waar. Dan, kijk, jij moet ervoor zorgen en kijken van, oké. Als het Karel lukt en die Linda lukt, nou, zij hebben gewoon geen gap in hun hersenen, ja, in het hersenpan, ja, zij hebben die gap niet. Maar hoe krijg jij dat die gap wordt aangevuld? Hoe zorgen wij nou voor dat jij op gang komt? Nou, dan kom ik bij tip nummer 2. Nou, tip nummer 2. Zorg ervoor dat je gaat bewegen. Sporten. Doe een sport die je leuk vindt. Het hoeft niet zo'n gare sport te zijn. Je wil spieren kweken, nou allemaal leuk. Maar je moet het leuk vinden. Niet dat je het doet om af te vallen of wat dan ook. Waardoor jouw lichaam en je mentale welstand weer op gang komt. Waar je helemaal blij van wordt. Ga op bellydance bijvoorbeeld. Als je dat leuk vindt. En je komt op het ritme. Als dat leuk voor jou is, doe het. Als jij bijvoorbeeld wil kickboksen en je wil heel graag trappen op een bal en al je frustratie kwijt, doe dat. Nou, doe een sport waardoor jij je goed voelt en waardoor je lichaam de neurotransmitters in je hoofd komen. Je komt dopamine vrij en dat soort dingen. Waardoor jouw hersenen, de voordeel de achterkant, tak, bij elkaar komen. Wonder bij wonder. En dat jij weer zin krijgt in dingen doen. En als het geen sport is, ga lopen. En je kan het ook natuurlijk aanvullen met medicatie. Maar ja, dat is tijdelijk. Maar daar kom ik nog straks op terug. Wat je voor medicatie kan gebruiken. Nou, dan gaan we naar tip nummer 3. Nou, dan komen we aan bij tip nummer 3. En dat is gezond voedsel. Ja, het lichaam heeft voedsel nodig.
nutrients, vitamines en mineralen. Nou, de ADHD-brein heeft meer proteïne nodig, geleidelijk door de dag heen. Dus begin je dag met gebakken ei, met spinazie erbij. En geleidelijk door moet je proteïne binnen zien te krijgen. Nou, dat is ook goed. Dus, gezond voedsel. En waar je ook een beetje nee tegen moet zeggen, en daar heb ik ook zelf heel veel moeite tegen, is chocola of suiker of zoetigheid. Probeer dat gewoon te minderen, want suiker, ja, eigenlijk het liefst geen suiker. Maar goed, ik kan begrijpen dat sommige mensen daar moeite mee hebben. Dus nou, zoek voor alternatief, zoals pure chocola in stead of melkchocola. Dus pure chocola of gezonde voedsel en veel water. En waardoor jij je lichaam, je mentale welstand, et cetera, de nodige aandacht geeft. Nou, dit waren de drie tips, main tips, om voornaamst een beetje op gang te komen. Want je zult het effect na een paar dagen zien, misschien na een week. Je kan ook een plan van aanpak maken natuurlijk. Maar een plan van aanpak gaat natuurlijk niet werken voor ons ADHD'ers. Want we zijn dan heel spontaan en blij van, oh, dit is mijn plan. Hè? En dan ga je de eerste dag je helemaal overbelasten. Tweede dag ook. En dan daarna werkt het gewoon niet meer. Dan denk je van, dit lukt me niet. Alles is overweldigend. En dat werkt niet. Dus wat je eigenlijk moet doen of kunt doen, is eigenlijk routines aanleren. Jezelf gewoon routines aanleren. Dus bijvoorbeeld dat sporten kun je jezelf aanleren. Van, ga bijvoorbeeld 3 keer per week sporten. Of ik ga 4 keer per week een half uurtje lopen, et cetera. Dat ga je gewoon volhouden. 3 weken lang, 21 dagen of langer volhouden. Nou, dan komt het in je systeem. Dan ben je het gewoon gewend. Dus dat is het beste voor ADHD'ers, om jezelf routine aan te leren. Gewoon vast dagelijkse dingen die je doet dagelijks. Vast. Want als jij zegt, nou, morgen doe ik iets anders, overmorgen doe ik iets anders, dan komt het niet in je systeem en in je routine. En heb je het jezelf ook niet aangeleerd. En dat is het beste. Je kan mooie planningen maken. Ik heb er 1000 gemaakt en heel veel weekplanners gekocht. Maar dat is niet effectief. Helpt niet. Je moet het jezelf aanleren. En zo bijvoorbeeld sporten, gezond eten. Middags ga ik bijvoorbeeld een fruitbowl eten. Met oats erin, whatever. Leer het jezelf aan. Zodat je dat makkelijk per dag gewoon, dat het zo verweven is in je structuur, dat je dat gewoon zo oppakt. En het voornaamste wat heel belangrijk, een funest, is hou nou alsjeblieft rekening met jezelf. Hè? Zet die negatieve gedachten even opzij, want weet je, wij hebben dagelijks van die negatieve gedachten. Plus de omgeving van ons, die maakt het ons ook niet makkelijk op. Hè? Wat ben jij toch lui? Heb je dat nog steeds niet af? Zit je er nog mee, steeds mee? Nou, plus we hebben onze eigen negatieve gedachten. Plus dan krijg je nog dat van je omgeving nog erbij, waardoor je jezelf nog een loser voelt. En weer nog meer in de put valt en jezelf nog schaamt. Dan durf je jezelf ook niet te uiten. Dus allereerst hou alsjeblieft rekening met jezelf. Jij bent gewoon bijzonder, ja. Jij bent een creatie van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft jou gemaakt. Het is perfect. Prachtig ADHD-brein. Accepteer nou alsjeblieft jezelf. Bekijk jezelf door zijn ogen. Het is gewoon hoe het is. En jij kunt daar ook komen waar anderen komen. Waar Karel en Linda komen, daar kun je ook komen. Maar jij hebt gewoon een andere manier, een aanpak. Wij als ADHD'ers moeten gewoon wat meer moeite doen dan zij. En ja, so be it. Het is gewoon hoe het is. Wij moeten gewoon ervoor zorgen dat we dopamine, serotonine, et cetera, de neurotransmitters in ons hersenen krijgen. Nou, daar moeten we gewoon voor werken. En ja, zo is het gewoon hoe het is. Maar je kan ook overal komen waar Karel en Linda komen. Dat kun je echt. Dus hou alsjeblieft rekening met jezelf. Hou van jezelf. Hè? En je bent bijzonder. En als jij geen rekening met jezelf zult houden, zijn er genoeg anderen die jou de grond in kunnen trappen. Dus hou hun tegen. Bescherm jezelf. En begin van jezelf te houden. Als jij rekening houdt met jezelf, jezelf accepteert, dan zal de omgeving dat ook aanvoelen en zien en respect tonen voor jou. Dus kap daar even mee. Even over de L-theanine, althans de medicatie. Wat bij mij helpt, ik neem niet de officiële medicatie van ADHD, maar wat bij mij helpt is L-theanine. Je hebt verschillende producten op de markt, ik bestel het meestal online. ADHD medicatie of homeopathische middelen. Je hebt de LTO3 en nog een merk, maar ik ga dat allemaal onderin de beschrijving ga ik het allemaal uitleggen en vertellen wat bij mij heeft geholpen. Dan kunnen jullie even kijken wat voor jullie zou werken. Maar ik zou allereerst, mijn tip is gewoon
werk aan een healthy lifestyle. Dus geef je de hersenen, geef je hersenen de juiste voedsel. Je lichaam, dat sporten is ook heel belangrijk voor je hersenen. Gun jezelf dat, die dopamine, waardoor dopamine in je hersenen komen. Wij hebben gewoon een gap in onze hersenen. En bij de neurotypical hersenen is het gewoon zo. En bij ons is er een gap. En dat kan worden aangevuld door de tips die ik jullie heb gegeven. Dat kan gebeuren. Doe het nou voor jezelf. En heb nou die discipline. Discipline is self-love. Dus dat gaat gewoon goed komen. Nou, dit was het tot zover. Wat ik als tips en advies wilde doorgeven aan jullie. Ik zal natuurlijk nog met nog meer video's en informatie en content komen natuurlijk, inshallah. En ik zou zeggen, nou, wees consistent. Dat is de key. The persistency is the key. Wees consistent in je dagelijkse routine. Leer het jezelf aan. En ja, ik zou zeggen, hou van jezelf. Embrace the gift of ADHD. En nou, tot gauw weer en let op jullie zelf. Alle havens.